ons bin zo drok in dat domie slip in stal op lui. Mieke harde kop van koter mop. In de jaren 80 begon ik zelf een beetje te proberen wat muziek te schrijven. En, ik had een melodietje klaar en via via kwam ik bij Gray van der Veen terecht. En die heb ik gevraagd of hij daar een tekst op wil maken. Ik ben Hal Drop van mezelf. En Alex is de rustigheid zelf. Ten eerste is Alex als pianist is Alex, vind ik, een fenomeen. Ik vind, zoals hij piano speelt, grandioos. En als vakman, hij is geduldig, hij is rustig. En ik door hem zeker, ik help erop. Dubie, heet Dubie. En Kemmel, hij laat nu ook zelf toch nooit meer denken. Kijk, ik heb mijn bluesnummers of jazznummers niet uit. Kom, dan zegt hij direct van nee, dood mij, kijk nou. Dan zo gauw van omdat hij dat zegt. En dan is hij vandaag al dus ik zo. Dat ik zijn eerste cd kreeg, ja, dat vond ik mooi. Dat vond ik het mooie geboren van hem. Ik ben er ook eigenlijk heel serieus ook mee. Ik heb dat latje al het jord met hem opgenomen, mijn latje van hem. En ja, dus ik vond dat was een goeie zon maken. En ja, dat deed me wel waar. Ik bedoel, maar ja, we verschillen toch wel een harland van leeftijd. Ik kan al best weten dat Alex zegt, ik heb een melodietje, kies toch door een tekst op me op. Och, het is ook als ik hier kom, dan heb ik een tekst mogen zijn halen. Ja, maar hij gaat voor die tekst blijven meer zijn, want dat is hem zuik. Dus zo gaat het ook. Malen trekjes, ja, dat hij van die rode schouwen na, vind ik, op het toneel. Van die gymschouwen. Maar ondertussen is dat denk ik wel zijn handelsmaak geworden. En nou, wat mij betreft mag ik zijn bezoentje ook wel een keer strieken voor dat hem aantrekt. Ik kom hier voor op het eerste exemplaar van gewoon met ons met in ontvangst te nemen. Met van... zangeressen, dan moet ik altijd even opzoeken uit de rij. Die zwarte singles, dan gaat het aan Alex Staal. Ik doe het met veel plezier. Wat zeg je? Doe ik dat, zeg ik dat verkeerd? Ja, Alex Staal is geen zangeres. Hij is een half uur geleden met Jurk in de coulissen. Ik zeg, ik vind het live jong, maar het is zo stil, hè. Dan denk ik van, nou, maar eerst maar eens even kijken, maar is er nou, is het er wel of is het er niet? En, maar dat vind ik nou eigenlijk moordig, dat is Alex. Ja, ik kijk niet bepaald vrolijk, maar dat is voor een belangrijk deel concentratie. En voor een ander belangrijk deel, ik weet ook eigenlijk niet goed waar ik heen kijk, maar dus... vandaar dat ik mij beperk tot het klavier. Ja, en als je naar beneden kijkt, dan lijkt het automatisch alsof je wat triest bent, maar daar heeft het dus niet mee te maken.